Deze keer in NH Airtime gaan we op pad met een van de twee gloednieuwe Microlite toestellen vanaf de luchthaven in Middenmeer. Your controls? I have control. Maar eerst. Voor Marion Boon uit Broek in Waterland is een jeugddroom in vervulling gegaan. Ze is onlangs stewardess geworden. Wat er zo bijzonder aan is? Marion is 55 jaar en zo'n kans krijgen veel 50ers niet. Ik zag de vacature. Ik denk, als het nou niet meer gebeurt, als ik nou niet ga solliciteren en ermee start, ja, dan gebeurt het gewoon niet. Dus ik denk van nou, solliciteren en kijken hoe het gaat verlopen. Marion ging in opleiding en werd aangenomen. Tegelijkertijd met een hoop nieuwe, maar vooral veel jongere collega's. Ja, iedereen vindt het toch gewoon, ja, ik wil niet zeggen normaal. Ik heb nog, maar, nee, wel normaal, zeg maar. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk, ook met die jonge lui. Want je bent gewoon één, je werkt gewoon als team samen. Heb je spijt dat je niet eerder erin bent gestapt? Ja, natuurlijk. Wel spijt? Ja, niet echt. Ik heb ook altijd leuke banen gehad. Dat is het natuurlijk ook. Bij haar nieuwe baas EasyJet vliegt het cabine- en cockpitpersoneel vaak op en neer naar twee bestemmingen op één dag. Voor Marion, die pas net een maand aan de slag is, is dat nog even wennen. Welke vlucht is dit nou? Is dit nou Gatwick Amsterdam of is het Amsterdam Gatwick? Dat was wel eventjes dat ik moest realiseren van, ja. Waar ben ik? Waar ben ik inderdaad? Welke kant vlieg ik op? Maar ja, gelukkig weten de piloten dat wel en hoef ik dat verder niet te weten. Tot ziens, hè, bij ons op de vlucht. Vliegclub Adventure Flights in Middenmeer heeft twee gloednieuwe vliegtuigen. De Sirius TL-3000 zullen onder meer gebruikt worden om aspirantpiloten op te leiden of gewoon voor een mooie rondvlucht boven Noord-Holland. Nou, hij vliegt als een zonnetje, toch? Ja, het is fantastisch. De voorzitter van de vliegclub is zo trots als een pauw. Heel kort geleden haalde hij hoogstpersoonlijk, samen met drie andere piloten, zijn nieuwe aanwinsten op bij de fabriek in het noorden van Tsjechië. Ze zijn natuurlijk gewoon super comfortabel. Ik bedoel, vroeger was het echt bij elkaar zitten en klappertanden. Maar ik bedoel, ja, we zitten er nu gewoon in ons blouseje zitten we erin. En als het koud krijgt, doen we de stoelverwarming aan. Dus ja, ik bedoel, het is super comfortabel. De twee Microlite toestellen vervangen de verouderde vloot op Middenmeer. Het is ook voor ons allemaal nieuw. Hè. Er zitten twee glass cockpit schermen in, zeg maar twee iPads, touchscreens. Ja, met ongelooflijk veel instellingen. Ik zou zeggen, your controls. I have control. Middenmeer radio, Papa Hotel 3, November 2 is approaching the circuit area.